Het is echt een soort droom. Het is, weet je wel, je trekt je pakje aan, je loopt naar het podium, je krijgt je in-ears in, je belt je in, je loopt zo het podium op, je krijgt een count in en alles. Mag je nu wat applaus van mijn main man, Mr. Timo Las Vegas. Met Sommieu speelden we eigen show en toen was ik jarig. En toen werd er natuurlijk voor me gezongen op het podium. En toen op een gegeven moment was het zo van... Timo Las Vegas. Timo Las Vegas. Volgens mij is het super random. Oké, want ik associeer jou niet met Las Vegas. Nee, helemaal niet. Timo Prins speelt namelijk ook nog bij die andere Haagse band, Wodan Boys. Maar hoe doe je dat, twee bands naast elkaar? Het is heel erg twee verschillende dingen. Maar dat hoor ik ook op een bepaalde manier waar, weet je wel, Wodan Boys is gewoon waar je vandaan komt ook. Het is ook zo lekker om dat gewoon steeds, ja, dat afwisselen is heerlijk. Echt heerlijk. Toch staat Sommieu nu bovenaan het prioriteitenlijstje. Het is echt een soort droom. Het is, weet je wel, je trekt je pakje aan, je loopt naar het podium, je krijgt je in-ears in, je belt je in, je loopt zo het podium op, je krijgt een count in en alles. Timo kent Camille Meijerssonne vanaf 2008 als zanger bij All Missing Pieces. Ik zit hier in de nacht op een kamertje en gewoon gitaar te spelen en dingen te schrijven. Altijd gewoon ook op een bepaalde manier samen opgegroeid. En toen ging Camille natuurlijk naar Indonesië. En hij had altijd al bedacht van dat ooit een band zo, weet je wel, zo. En toen heeft hij had gewoon gevraagd aan Shanna en mij van... joh, willen jullie Sommieu met mij doen? Want hij werd gevraagd voor het voorprogramma van Splendid. En ik had alleen maar zoiets van... fucking leuk, let's go. Als hij dan toch moet kiezen, Sommieu of Wodan Boys? Nee, ik weet niet. Ik zou sowieso niet kunnen kiezen tussen de twee op het moment eigenlijk. Ik ben ook heel blij dat dat nog niet heeft hoeven moeten gebeuren. Okay. Dus nee, zeg maar op, allebei. Allebei doe ik.